Oh my god, die gaat heel kwaad zijn. Zo'n 40.000 mensen namen zondag deel aan de 20 kilometer van Brussel. Onder hen ook de 5 gezichten uit het vierprogramma Perfect. Niet alleen de organisatoren, maar ook de deelnemers hadden schrik van de aangekondigde hitte. Ik had er heel veel schrik voor met de voorspeld was dat het meer dan 30 graden ging zijn. Nu moet ik wel zeggen, het heeft net even wat geregend. Dat is goed, denk ik, dat er nu heel veel zuurstof in de lucht zit. En nu, als het zo 20 graden is, dat dat perfect is. Dus daar ben ik al heel blij van, want dat is een van mijn grootste angsten. Stressfactoren was toch wel het weer, dus ben ik wel blij dat dat verbeterd is. Gilles van Bouwen liep de 20 kilometer in een tijd van 1 uur en 56 minuten. Het was wel echt warmer, toch warmer dan gedacht. En ik heb vooral afgezien tussen... Ja, ik loop normaal zo met een rugzak met water, maar die mocht ik dus niet meenemen wegens veiligheid. Dus ik heb zo tussen kilometer 13 en 18 keiveel dorst gehad en zo. Daar heb ik echt mee heel veel afgezien. Dus kilometer 13 en 18 was doodgaan. Daar heb ik zo'n paar keer zo wat moeten wandelen. Maar voor de rest, ik had 1,55 verwacht zonder hitte. Het is 1,6, 1,57 geworden, dus ik ben eigenlijk heel content. Gilles is een ervaren loper. Ook Jean Crombé is dat. Maar 20 kilometer lopen deed hij nooit eerder. Ik ga zeker niet voor een tijd gaan. Het is al heel de week dat ze temperaturen van 30 uitgaven. Dat gaat het gelukkig niet zijn. Er zit wat meer zuurstof in de lucht. Maar het is de eerste keer dat ik 20 loop. Dus aankomen wordt het hoogste doel. Ja. Welke tijd denk je? Normaal zou het moeten lukken in 2:15, denk ik. Omdat ik eigenlijk altijd op dezelfde snelheid uitkom. Dus ik vermoed als ik vandaag die snelheid ook aanhoud, 2:15. Als ik het lastig krijg, 2:30. Jean Crombé liep de afstand in 2:12. Iets sneller dan hij had verwacht. In het begin goed, omdat ik meer schaduw heb gehad dan dat ik had gedacht. Dus eigenlijk tot aan kilometer 15 ging het heel goed, met ademhaling en zo. En dan de laatste 5 kilometer, wat had iedereen voorspeld dat die helling op het einde is moorden. Dus het einde was heel lastig. Goede Liekes had vooraf te kennen gegeven dat ze de 20 kilometer niet zou uitlopen. Ik dacht, ik ga de 10 kilometer afsteken. Dat is al meer dan genoeg, omdat ik neem natuurlijk die Start to Run als voorbeeld. Daar doen ze 5 kilometer op 2 maanden. Maar dat zijn sissies, dat is duidelijk. Hè? Ik doe 20 op 2 maanden. Dus ja, een beetje meer, 5 kilometer. Oh. Opvallend, Goedele was 20 minuten vroeger binnen dan Karen Dame. Goedele zag haar niet aan de finish en dacht te weten wat Karen op dat moment aan het doen was. Die zijn pint te drinken. Hè? Je bent nog niet aangekomen. We zijn aan het zeveren toch. Oh my god, die gaat heel kwaad zijn. Meen je dat? Karen Dame sport graag, maar samen met een massa andere mensen lopen, dat is echt niets voor haar. Ik heb ze gelopen, maar ik doe dat niet graag. En ik deed het ook vandaag niet graag. Ik vond dat er te veel mensen waren. Ik had zoiets van, ik had echt goed om iedereen even eerst voor te laten, zodat ik daarna op mijn gemak, op mijn eigen tempo, op mijn eigen ritme kon lopen. Maar goed, dat kon natuurlijk moeilijk, dus ik heb het gedaan. Wel in veel langer dan dat ik had verwacht, maar ik ben 2 keer moeten stoppen om te plassen. En dan een plekje zoeken waar dan niemand te zien, achter de bosjes en zo, dus daar verliezen heel veel tijd mee. En dan ben ik ook nog gestopt aan de Rode Kruispost van een dafalgante vrouw, omdat ik heel veel pijn had in mijn knieën en mijn rug. Dus ja, er verliesde wat tijd met mijn zwet. Het ging mij nu niet over een tijd. Ik ben gewoon heel blij dat ik het gehaald heb. Uiteraard was Vier aanwezig op de 20 kilometer van Brussel. De reportage die zij daar draaide, is op donderdag 2 juni in Perfect op 4 te zien.